De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duorolgordijn.eu. Grensland! Dus ik weet zeker, als jullie mij gaan maken, want die mensen gisteren hebben mij gemaakt, dan weet ik allemaal zeker dat jullie de Bixma aan de hoes komen. Ik wil het niet te lang maken. Ik wil jullie voorstellen aan het presentatieduo Piet Stals en Bert de Wolters. Hallo allemaal! Ook namens ons hartelijk welkom op deze tweede bronsovendje, of hier om het zo maar te zeggen, de Gulkes Lakeside Music Night. Als eerste wil ik vragen of iedereen even wil controleren of de mobieltje zou echt uitstormen of op stil, want zo zucht je als die tussendoor afkomt. De intro die je net gezien hebt en gehoord hebt van de White Stripes Seven Nation Army, die ken je natuurlijk van Michael van Gerwen, van de Dagweer. Ook Lakeside, dat is een bekende plek hoe dat een dagtoernooi werd afgewerkt. Toch gaan we het verder niet over hebben op de dag, ooit, maar wel over het Lakeside. Lakeside stiert namelijk voor de historische benaming van Neuwiert en dat is Merenveld. Vertaal je dat naar het Engels, dan kan je uit bij Lakeside. In Neuwiert komen ook heel veel punten bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de knalen Veersprong of de Viesprong op Butschop. Nou, vanavond zul je ook zien dat er heel veel dingen bij elkaar komen. De Harmony St. Joseph giet samen met het koor Timeless, iets zeumeren, helemaal achteraan. Een combo, 20 verschillende solisten en DJ Mauro Fuerte er een geweldige oventje voor van maken. Ja, Piet, heel snel even benoemd, maar ik zou toch graag wel even een applausje willen vragen. Onder andere van het koor Timeless, onder leiding van Henk Baatse, dat al het lied The Voice wat je nog opgemaakt. St. Joseph onder leiding van Verkolen met het lied Winter Game. En dan nog een applaus voor het combo. Ik weet niet of ze allemaal kunnen staan, maar in ieder geval Rob op de toetsen. Wim op de basgitaar. Danny op de drums. Life can be so cruel.
Tine heeft gisteren opgetrooien. Ik heb Tine nog niet gaan lukken, dus dat maakt niet uit. Ik ga de vondje naar boven roepen. Dat is Ernie Terwijn. De vondje Ernie Terwijn van Spierenkling. Alexander Lauwers, ex-Piral. De veerzenmaestro Marianne Koolen van Grijsbureau Matjes. Van Mark Clement van Clement Metaal. En tot slot onze naamgever Joost Lensen van Gulke Eet en Drinken. Beste maestro's, ik geef me even rechtstreeks naar jullie. Ik ben jullie heel groot bedankt verschuldigd. Jullie hebben het mede mogelijk gemaakt dat wij hier zo'n fantastisch evenement kunnen organiseren. En daarbij ook nog een leuke component dat ik zelf eens even uit die comfortzone uitgetrokken om heel veel op de bok te staan, dat moet het maar durven. Ik wil jullie er ontzettend veel bedanken. En ik wil dat onderstrepen met een kleine attentie. Ik kom maar even naar voren. Dames en heren, sorry. Michelin, ontzettend bedankt. Dat is een fles, ja, moest ik dat vragen. Alexander bedankt. Iedereen, ontzettend bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Ik heb het maar druk mee. Gaat je naar deze zit als drie juryleden te weten, Ver Koolen, Marcel Timmermans en Boyleiders. Dat was één deel van het juryrapport. Maar in het orkest is ook een jury aanwezig, de orkestjury. En ook die hebben mij geteld in de eindscore. Dus wat je die pelikanen, die kon je net optellen, door hij al een beetje een bier, maar dat zit nog niet alles. Ze zijn net bij elkaar opgeteld, dus de einduitslag is bekend. Weg, beste mensen. Kom, roffel! Een spannend joy, hè? Want je denkt natuurlijk, die pelikanen, hoe zit, hebben ze het toch allemaal over, die pelikanen? Hoe komt dat vanavond? Nou, dat zal ik even kort toelichten. Zoals dat je weet, Leekzaak verwijst naar het Merenveld, hoor je benaming van Nijwiert. En Nijwiert is een waterrijke provincie. Dus we dachten, een watervogel. Provincie Nijwiert. Provincie in Mijnje bedoel ik natuurlijk. Ja, goed. Keep on dreaming of it. Sterrenallures. Sterrenallures. Dus we dachten, we pakken een schone watervogel als logo. Wat wil nu het toeval? Hier in Nijwiert, heel lang geleden, bestond er een brouwerij en die heette de Pelikaan. En een nog groter toeval is dat de president of de directeur van die brouwerij, de heer Rafael Hobes, ook de eerste president was van ons Hermenee. Een voorganger van mij. Dus dat heeft ons besloten om vanavond de Pelikaan bokaal u te reiken aan degene die hij vanavond en gisteren gewonnen heeft. Mensen, ik wil nog heel even zijn eindemers naar voren halen. En die kennen de maestro's ontzettend goed. En dat is Jan Koolen van Gastiek. Jan, kom even naar voren. Want mensen, toen wij lang geleden met dit idee kwamen, we willen weer eens een promsconcert doen. Toen kwam Ver, de broer van Jan, Ver is onze dirigent, aan met mijn broer, mijn klein bedriefje. En die organiseren evenementen. Nou, dat was niks te veel mij gezegd, maar we veel te weinig. We hebben met Gastiek en de bestuurder Jan Koolen en Ron van Rooij, maar Ron zit je achter de tafel in de druk. Hebben we ontzettend veel steun gehad. En ik kan denk ik wel zeggen dat sommigen hun dit evenement op deze manier niet aan je kunnen organiseren. Ze hebben ons op alle fronten
met name in het inhoudelijke deel, dus wie zet je het op, wie programmeert je, wie zet je programma in hij, maar ook op het gebied van sponsoring. En met name Jan heeft zich ontzettend ingezet om deze maestro's op te leiden en te laten excelleren gisteren en vandaag op dit podium. Oscar zou ik dat delen. Op de derde plaats is geëindigd Mart Clement. Op de tweede plaats, en het scheelt je echt weinig aan mijn figuren vertellen. Maar toch, op de tweede plaats, Marjan Koolen. And the winner is... Echt niet Terwijn!
een show van gemaakt. En, zie je tevreden? Bijna. Bijna? Ja, ja? En wat gooi je dan anders om? Ik denk dat je speelt naar morgen. Ja, dat is dan de jury. Ik kom eens even kijken wat ze ervan vonden. Marcel. Zeg maar, ik heb genoten met een enthousiasme. En ik denk dat je alle apparaten in een fabriek weg kunt doen. Want je kunt met uw techniek elk stukje metaal de juiste vorm bereiden die je bedoelt. Geweldig! En Ben. Ja, ik wil natuurlijk eerst zeggen over de opkomst en de entourage. Want de Vergerbe straks, hij maar één misbiezig. Deze zijn er twee, hè? En ook wat de outfit betreft, je hebt er toch echt een pelikaantje wurmmixer of wat. Dus ja, dat is fantastisch. Wie dat ze dat in ieder geval vormgegeven is heel goed. En ik moet zeggen, ook het orkest, dat ze echt met goede precisie gelijk. Soms ging het even neer, maar dan ging ze ook direct ingrijpen. Dus ik kan me niet voorstellen wie dat heeft, die wil die kijkt. Dat is fantastisch, heel goed gedaan. Dat was de eerste repetitie met Bart Zeer, dan is het net alsof de mensen ruimte varen. Dus juist is toch ook 34 kilometer in de diepte en dat deed Bart jou. En als je dat zeer wat ervan gemaakt hebt, een swingtje voor de pan uit het begin, dat is allemaal zo. Wat heb ik toch aangevangen in als ik iemand kom? Daar ontwikkelt zich tot een maestro. En wanneer dat weer? Dat is een cool. We gaan eens kijken wat de pelikanen er dan vast hangen. Pech. 2,5. Oh. 3,5 van Marcel. En mooi, 4 pelikanen. Nou, het zit er aan. En een applaus. De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duorolgordijn.eu. Dagelijks nieuws uit de grensstreek via www.grenslandactueel.com.